Kom dan een keer op. Beste mensen, ik bel niet vandaag uit schrik. Ik heb geen schrik van de paarden, maar de paarden kunnen schrik van mij krijgen. Ik ga nu mijn vaste roep van over de gemeente Hooik brengen. Aan dek! Het paard dat beweegt. Aan dek! Hooik, Vlaams-Brabants dorp, parel van Pajottenland.
waar men nog zijn erfjes naast buurmans bonen plant. Kesterheide en geucht woestijn, twee mooie vergezichten, een Breugels oogfestijn. Goeik, Strijland, Kester, Leerbeek en Oetingen, deelgemeente met vele verenigingen. Goeik, Mekka van de volksmuziek, met gooikoors, volksmuziekstages en muziekmozaïek. Ons wapenschild, de drie hamers aan de statie, verwelkomen u met alle gratie. Dorp met vele heuvels en dalen, die het uitzicht van de Hooikse kleigrond bepalen. Mogen wij de eigenheid van Hooik bewaren door zijn Vlaams landelijk karakter te sparen. En zeg het voor! In vrede voor u allen, in de naam van onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij komen samen. Voor mij is het de 9e keer achter elkaar en ik moet u feliciteren voor het goede weer. We hebben het eigenlijk altijd al goed gehad, die 9 keren. Dus laten we zo voortgaan. Het wordt zelfs beter, hè? Het is nooit gebeurd dat het zo warm was in november. Wij zijn samen hier bij de Kruiskapel en dat betekent iets. Men komt hier al meer dan 800 jaar samen. Dat wil iets zeggen. Dat wil zeggen dat mensen eigenlijk een houvast willen hebben. Een houvast zoeken. Een veiligheid. Iets dat hun gerust stelt. En daar gaat het over. Het gaat erover dat wij mensen geborgen zijn in het grote geheel van het gebeuren. En wij christenen noemen dat God. Andere mensen zullen eigenlijk de geruststelling moeten hebben dat het leven een leven is dat veilig en goed kan zijn. En dat geeft hoop. En daarom komen we samen en daarom bidden wij vandaag. Wij willen ons richten tot God. En als christenen weten we dat wij altijd mensen zijn geweest, of mensen zijn die goed zijn. En daarom beginnen we met te vragen dat de Heer zich over ons zou ontfermen. Wijs ons de weg, Heer. Help ons om hem te volgen. Heer, ontferm u over ons. Leer ons uw waarheid en wij zullen haar eerbiedigen met ons hart. Christus, ontferm u over ons. Richt ons hart op wat u zegt, want wij hebben diep ontzag voor u. Heer, ontferm u over ons. Dat de Heer ontferming zou zijn. Omdat hij het kwaad zou wegnemen uit ons hart, uit onze wereld en zo ons leiden naar zijn geluk en zijn eeuwigheid. Amen. En even bidden. Mensen die hier zijn, spreek ik deze woorden uit. Betrouwbare Vader, wij geloven dat u zorg draagt voor ons. U bent ons nabij. En in vertrouwen bidden wij dan ook, maak ons luisterbereid. Maak ons hart ontvankelijk
zodat we oog krijgen voor uw bedoelingen. Zo vragen wij u door Jezus, Messias, uw Zoon, onze broeder, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij luisteren nu naar het verhaal van een profeet die het heeft over vertrouwen dat nodig is. Lezing uit het eerste boek der koningen. De profeet Elia ging op weg naar Sarafat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer u goed leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken gehaald om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat zo is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar pak van wat u in huis hebt, eerst iets voor mij en kom het dan brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, God van Israël, op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging weer naar huis en deed wat Elia gezegd had. En ze aten elke dag, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er veel geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Aan hele zegens onder ons. Woord van de Heer. Wij danken God. Ik ben niet van plan om het lang te trekken, dat niet. Maar
Wat wel belangrijk is, is dat we de boodschap proberen te begrijpen. En het eerste wat mij opvalt, dat is dat de eerwaarde heren flink een veeg uit de pan krijgen. Jezus Christus valt de eerwaarde heren aan. En de hoge machtbekleders. En de mensen die veel geld hebben. Hij valt ze aan. Niet omdat ze geven, maar wel omdat ze leven op een manier dat het lijkt alsof ze alles zelf verdiend hebben. En dat is nooit waar, zelfs voor de rijkste niet. Wij krijgen het leven. En wij kunnen het geluk hebben dat we bij geweldig goede ouders geboren worden. Maar dan nog zult je merken dat je het krijgt. En dat je een startpositie hebt die anderen niet hebben. Waar het over gaat is dat mensen niet groot moeten gaan over wie ze zijn en over wat ze hebben. Maar dat ze eigenlijk mogen zeggen, ik mag geven. Dit is geen heimelijk betoog of een heimelijke manier om tegen u te zeggen, ja, je moet geven, je moet veel en veel geven en dergelijke. Nee, daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat we in het leven zouden staan als gevers. En de eerste die daarvan profiteren zijn uw kinderen, is uw man, is uw vrouw, zijn uw oude ouders. En dan gaat het verder, hopelijk. Dat het niet alleen in de familie kleine kring blijven, maar dat we iets teweeg brengen van mensen. Het is de moeite waard om te geven, want je wordt er meer mens door. En dat is een boodschap van het christendom. Je wordt meer mens door er meer te zijn voor de anderen. Dan de beker van de vreugde, de beker ook van alle leed en inspanning en pijn van mensen. Neem hem aan en maak hem tot een bron van nieuw en eeuwig leven. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken
en gegeven wordt. Groeten! Groet! Aan! En zo nam hij ook de beker in zijn handen. Sprak het dankgebed uit en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Groet op! Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. De heiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verkoring, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, hebt tot uw apostelen gezegd: vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u na. Leg niet op onze fouten en zonden, maar op het geloof van uw volk. Op de hoop die leeft in elk mensenhart. Op het trouw die gij gezworen hebt. Geef ons vrede. Maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Van Sint Franciscus, die ik in Assisi heb kunnen bemachtigen. Dit is een teken van de dierenvriend, die inderdaad ook voor de natuur van grote betekenis is. En daarom bid ik eerst nu het gebed van Hubertus, die wij kennen vanuit de mooie legende van het kruis tussen de horens van het hert. Raak ons met uw liefde. Maak ons open voor uw woord, opdat wij uw stem herkennen en weten dat we bij u thuis zijn. En dan in de naam en op voorspraak van de heilige Hubertus zegen ik dit brood, opdat het mag bewaren tegen alle kwaad en tegen alles wat afbraak zal zijn in onze grote wereld. Wees zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan voor de dieren het gebed van Sint Franciscus. Wees onze God, wees onze zon, wees diegene die ons redt. Zegen alles wat leven geeft. Zegen wat leven is. Wees de God die wij herkennen. In de dieren, in alles wat ons omgeeft. De bloemen, de planten, de bomen. Maar ook alles wat wij herkennen als dichtbij. Onze dieren, wees dan zegen voor wat beweegt, zegen voor wat ons helpt, zegen van wat voor ons vriend en kameraad is, zegen voor de mensen die zorgen voor allen die leven. Bidden wij tot slot
mij geeft. Wees dan ook de God van ons hart. Wees de God die ons redt. Wees de God die ons helpt. Wees diegene die ons sterkt. Altijd weer. En laat uw wereld een wereld blijven van hoop en vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En als u straks naar hier komt, de organisatoren doen echt hun best. Wees met uw steun voor dat broodje en wat daar allemaal aan vasthangt. Wees met uw steun ook aanwezig. En dan gefeliciteerd, wij gaan ook als laatste luisteren naar de hoornblazers. En dan geloof ik dat de burgemeester aan het woord zal komen. Niet op papiertje, maar op dat. De kleur is al goed, hè? Ja, dat heb ik al goed. Doe het in mijn kanaal. En dan wel aan wijkpakken, dan Allee. Ik wil spelen. Nee, dat is niet voor u.